Oebele Schokken, zo word je kampioen in de hoofdklasse, daarna direct kampioen in de Jupiler League. Wat kun je wel niet van de Maradona van de Wolden in de Eredivisie verwachten? Nou, hier is geen kampioenschap, denk ik. Maar ja, voor mij persoonlijk ja, wat een hele mooie ervaring, denk ik. Ook voor de spelersgroep die we hebben, hè, heel jong. En, ja, die hebben de, en die hebben dit ook nog niet heel vaak meegemaakt. Dus ja, dat is wat al met al ja, elke week genieten, denk ik. En beschrijf je processen, want voor jou is het in de afgelopen 2 jaar wel echt razendsnel gegaan. Ja, klopt ja. He, de overstap gemaakt en ja, het eerste jaar dat zou gewoon een beetje een leerjaar worden. Tenminste, he, dat hadden we voor ogen. Alleen, ja, ik denk dat voor de winterstop gewoon een goed seizoen gedraaid. Na de winterstop ietsje minder. Ook op het laatst dat vermoeidheidsverschijnselen, wat ook wel logisch is natuurlijk door de overstap. Alleen ja, het is nu ja, het gaat nu wel heel snel. En waar kwam dat dan door dat jullie in 1 keer 7 wedstrijden op rij wel wisten te winnen? Want met Arts ging het toch een stuk moeizamer. Ja, we hadden het hele seizoen wel een beetje last van ups en downs. Hele goede series. En ja, en lieten we het vaak weer liggen in een uitwedstrijd. Of gewoon, ja, en dat was gewoon zonde. Daardoor pakten we de aansluiting niet echt. Ja, en in het laatste, ja, in principe viel alles goed. Het ja, was gewoon echt ja, elke week punten pakken en ja, je bleef gewoon in het spoor van Volendam. En wat maakt het functioneren onder Arts dan zo anders dan onder Henk de Jong? Nou ja, kijk, elke trainer die is verschillend in werkwijze. En de ene die legt een nadruk op dat type voetbal en de andere die kiest daarvoor. En ja, dat zijn gewoon keuzes die er gemaakt zijn. Ja, en die zijn gewoon heel goed uitgepakt voor het elftal. En nou komt na de zomer Dwight Lodewegers hier. Hoe lijkt het voor jou onder hem te werken? Nou ja, dat is ook wel een bekende uit het amateurvoetbal, zeg maar. En die kiest ook voor het voetballen, zeg maar. Voetballen, hè? Veel in balbezit zijn. Dus ja, ik denk dat een hele goede keuze is en om die manier verder te gaan. Acht jij Cambu capabel om met Dwight Lodewegers zich in de Eredivisie te handhaven of wordt dat nog een moeilijk proces? Nou ja, het zal een hele omschakeling worden natuurlijk. Maar ja, het is voor iedereen wel een heel mooie uitdaging om alles te geven. En ja, je weet sowieso, je speelt 1 keer in de 2 weken voor een uitverkocht stadion hier. Dus ja, dat wordt sowieso super. En ik denk dat we thuis gewoon heel veel punten moeten pakken. En nou ja, daar we vandaag gewoon gaan kijken wat er mogelijk is. En jullie hebben dit seizoen wel geteld 45 minuten bovenaan gestaan. Hoe kijk je hier tegenaan? Ja, dat is wel heel dat is echt uniek. Dat gebeurt heel weinig, denk ik. Ik denk dat het ja, bijna nooit gebeurt. En ja, kun je zeggen van dat het heel veel geluk is. Maar ja, je blijft wel de hele tijd in het spoor. En ja, je bent op goede momenten ben je top. En ja, daar profiteer je op het laatst van. Dus ja, dat is gewoon dat is prima. En wat was voor jou nou een mooi kampioenschap? Het kampioenschap in Harkema of hier in Leeuwarden? Ja, als voetballer zijnde vind je elk kampioenschap vind je mooi. En dat is ook speciaal. Elk kampioenschap heeft gewoon bepaalde dingen wat gewoon super is. Alleen ja, dit maakt het gewoon speciaal omdat het eerste jaar profvoetbal is. En nou, ik wist wel een beetje, hè, ik heb in de jeugd gespeeld, dus ik weet wel een beetje hoe het leeft. Of hoe het kan leven hier in Leeuwarden. Nou ja, dat is toch wel uitgekomen de laatste weken. Dat was één groot feest. Ja, want hoe heb je die hele huldiging bij de Oldenhoven meegemaakt? Want dat stond je denk ik vrij perplex van als je zag hoeveel man daar kwamen opdagen. Ja, klopt. Ja, je hoorde van tevoren een beetje van wat de verwachting was. En je hoorde op een gegeven moment 10.000 en 15.000. En, ja, zo. Dus ja, dat was wel even afwachten natuurlijk. Maar ja, en je weet gewoon hoe het leefde, zeg maar. En nou ja, dat is helemaal uitgekomen bij die huldiging. Dat was echt mooi mee te maken. Ja, het zijn toch de momenten als profvoetballer waar je het uiteindelijk voor doet, lijkt me. Ja, klopt ja. Sowieso bij zo'n club, zeg maar. Het is echt een volksclub. En als het goed gaat, dan hoor je het. En ja, speel je wat een mindere wedstrijd, dan hoor je het ook. En ja, dat is mooi. En ja, succes, dat moet je met z'n allen vieren. En dat is wel gebleken.